Miljoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van Jeroen Age Hartsuiker. Hij is eerder wethouder op het Heerenveen en dan zou listloeken van Heerenveen Lokaal. Age Hartsuiker is een herintredende politicus. Jeroen zit er in de gemeente hier van het Heerenveen. En rond 2000 trek je weer de wethouder. Maar doe master opstappen, net er een vertrouwelijke mail lekt hier. Maar Hartsuiker is dwaande mij een comeback. Mij Heerenveen Lokaal, dochter mij onder verkiezingen. Waarom eens? En had Hartsuiker nog altijd wat met het gedachtegoed van Pim Fortuyn? Maar Hartsuiker, welkom. Ja, dank u wel. Ja, het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Hier wordt zantig worden, Fortuyn. Je ziet hem daarbij hem. Hij houdt daar nou wat mee? Nee, nou net meer. In die tijd werd het toch wel heel bijzonder. En het is een ontzettend bijzondere ervaring best in die tijd. Ja, ontzettend veel geleerd. Hoe zit de moorders in mijn ander? Hoe werken die landelijke partijen, hoe werken die besturen? Hoe zit dat? Hoe werken die machtsverhouding daar? Dat we daar, dat we zin en schier. Wat is het belangrijkste wat je van Fortuyn leert hebben in die tijd? Dat ik jou het spreken met de lidden als politicus. Dus, dat doe je, hè? Ja, dat doe ik. Ik wil graag tegen bij de mensen bloemen. En dat doe ik. Hij stond heel dicht bij de mensen. En hij vertelde ik wat de mensen tochten. En het grappige is, wat nou juist is, dat zowel links als rechts, die toen scandeerden eigenlijk, zeg maar, die hebben toch zien gedachtegoed allemaal zijn staden gaan oernomen. Ja. En dat is wel een grappige constatering, omdat naar die tijd is, ja. Maar het is al zo lang geleden dus. Ja. Leefbaar Nederland, dan ben je toen blij blijven. Hij is naar LPF gegaan. Ja. Daarna ben je van Leefbaar Heerenveen in de Rierkam. Gemeentebelangen in Heerenveen. Nou, ik voor die tijd zit ik al in de gemeente die voor Leefbaar Heerenveen. Maar toch, ja. In 2003, daar wil ik eigenlijk aan taak. Ja. Hoe het samen gebeurt. Trof die mail die jou aan je fractie joeg, die lekt wat naar de media, heel kwaad verhaal. Ja, kort. Dan sta je een dag na de verkiezingsuitslag. Ja, sta je op stitten. We hier een topwinst maken bij de verkiezing. Echt, ongelooflijk hoeveel de stem, zoveel reactie, zoveel steun. En ja, de dag daarna zit ik om 11 uur in het college kamer. En jaloer letter stond ik boeten. Toen werd het clear. Want die mail, wie lekt. En jou waren daar eigenlijk ook op ons, joh. Nou, en terwijl de burgemeester zich net aan de juiste procedure had, dus gewoon in de mail, zonder even iemand in kennis stellen van, ja, dat is weer een hele rare gebeurtenis, wie dat. Maar ja, dingen gebeuren, maar je moet wel weer verder. Wat hij ervan leert? Dat het lip verder giet. Daar heb ik ervan leert. Ja, maar wat hij van die fout leert? Van fout leer je altijd. En ja, wat ben je ervan leren? Maar ben je heel naïef vest? Zullen de kerst wel als zissen, als dit, als dat? Maar ja, dat is verleden tijd. Ja. En je moet gewoon weer verder. En ja, je leert er wel van. Misschien ik best nog secure wijs. Maar misschien wie ik wel wat te gevaarlijk op die tijd voor de hoeveelheid stemmen die binnenkwamen, die steun. Dat veronderstelt een opzetplan. Ken maar zo. Ja, is dat zo? Ik wie in ieder geval in jaloer daarna wie ik boeten. En wat er daarna helemaal bart is, dat is allemaal boeten op mijn beurt. Daar wie ik net bij. Je was als een bedrieging, zo, denk je dat? Ja, misschien wel. Maar je ging natuurlijk maar voor jou zitten, hè? Dat wie altijd dan de helden van de Partij van de Arbeid. Ja. Dus Zagrut wie het nou ik ben. Ja, maar dat wie toch heel wat voor de partij in het Veen. De tweede partij toen het hier. Ja. Dus netjes. Maar dan kom je dus op stitten te staan eigenlijk. Ja. Krijg net een periode van jou die je wethouderschap volmaken. Ja. Naar al die jaren Rierslid. Ja. Dan ben je nou haast, of goed voor jou een heel jaar verder. Ja. En dan komt de Age Hartsuiker waarom? Ja, mooi. Maar jij er veel lokaal. Ja. Ben je net de bot beskerige uit die periode om nou weer waarom te komen? Nee, vind ik net. Dat vind ik net. En daarnaast is het aan de kiezer of die dat ik vind. En daar let ik het graag aan hoor. Jouw zoon eerst bij gemeentebelangen waarom wollen, hè? Dat is net slagen. Nee, in de rin van de tijd werd mij wel duidelijk dat ik als erelid de door wie ticht. Ik als erelid van de partij. En dan krapt hij op zijn hoofd en voor een aantal jaren waarom ben ik weer in plaatselijk belang ben ik gestapt. Want het giet mij om jouwing en mijn mensen om me heen. Daar zet ik mij voor in. En voor die plaatselijk belang koek dat ik weer heel mooi dwan en heel goed was. En ik heb natuurlijk een hele prette kennis van een hele hoop zaken. En die, dat mij net samen futter in. Die kennis die mij net samen futter uit zit, dat zoek ik zonde vind. Maar wat maakt dan om gemeentebelang? Jouw oude partij? Ja, de door ging dicht. Nou ja, dan hoor en zijn er door voor jou sleppen? Ja. Ja? Ja. Men kreeg voor oren nam op de eerste rol van de Wouden, mevrouw Bielsma. Ja, de hele hoop mensen van de PvdA die binnenkomen en dan viel ik mee. Ik ben bij thuis. Dus het is PvdA light helemaal zijn, hè? Ja, zo zien we dat, ja. Ja. Ja, maar wij dachten toen we de gesprek daar hier Heerenveen Lokaal, gemeentebelang, Heerenveen, in je pad nat. Dat wordt het dus net, vind je ook? Nee, wij zijn als Heerenveen Lokaal een onafhankelijke lokale partij. Dat zou gemeentebelang en ik van ja, mezelf. Ja, maar wij hebben geen binding bij andere partijen. Wij hebben geen mensen van andere partijen binnen helpen. Want ja, maar iedereen heeft toch een politieke achtergrond en een politieke verdienen? Er zijn prut lokale partijen die heel je van een hele hoop andere partijen, die heel je zijn mensen binnen. Meestal niet ontevreden binnen de gang van zaken binnen hun eigen partij. En ik heb nou weer een ploeg, meesten, frisse ploeg.
goeie mens, maar grutte achterban, die fris starten. En net die achtergrond hebben van een andere partij. Maar ben je net benauwd, en dat is een commissie het beeld dat een heel soort mensen hebben. Misschien ten onrechte van lokale partijen. Het zijn alle mensen die uit andere partijen voortgang binnen. Maar kennen zinnen, rancuneus binnen. Ja, bij u zet. En mensen die het vaak op een lietsbennige manier maar mekaar net terug in door kennen. Ja, ik weet net waar het verhaal vandaan komt. Want ik weet dat de lokale partijen, dat is de Friesland, het is de twaalfde partij van Friesland, de lokale partij. Zeker, want ben landelijk, net zelf een Ajemeesken die uit andere partijen waar kan. Ja, landelijk is het zelfs de grootste partij op gemeente in het gebied. Dus het heeft een hele duidelijke functie en het heeft dus ook een hele duidelijke waarde. En wij zijn heel principieel in uw onafhankelijkheid. Dat ben ik zelf ook altijd geweest. Ik als lokalo bloem ik altijd onafhankelijk. Wat dat betreft via hetzelfde als toen in het team bij Rijtse Ketelapper. Met de provinciale verkiezing. Die vocht ik altijd voor de mensen. Die wie ik altijd op strijd. Die wie altijd aanwezig. Is het net zo dat jou het net missen kennen? Want je bent natuurlijk zo'n eind december 2013. Ben je voort, november, december. Dan nou weer waarom. Hoe heb je die vier hier dan belibben? Nou, dat viel wel lastig op zich, maar op een gegeven moment bist eruit, dus die is boeten, daar moest hij bij komen. En dan moest hij denken aan die toekomst. En we zijn direct daarna, ben ik samen met mijn familie, mijn gezin, ben we op tafel gegaan en zei, wat doen we nou? Nou, toen weer heel snel doe ik dat we mijn eigen bedrijf begonnen van, want ik moet toch weer een eigen inkomen. Een galerie is dat, hè? Ja, we hebben een galerie. Maar je moet ook weer een eigen inkomen verdienen. Want dan luister uit. Maar toch, het plus, het openbaar bestuur, blootloopt. Nou, het bestuur, het openbaar bestuur, dat loopt mij nog steeds, ja. Een beetje op zitten, dat maakt het niks. Dat zit me net zo vol. Ik zit hier nou op een houten kruk. Dat vind ik best genoeg. Ja, maar dat is maar 10 minuten. Had je aanstens voor jou hier op een houten kruk zitten, maar dat zou je wethouder willen worden? Dat is altijd afhankelijk van of de vraag gesteld wordt op dat stuit. Ja, maar stel je weer een vregen. Stel je voor, je krijgt inderdaad, want je verwacht je een belangrijke electorale winst. Hè? Ja. Op basis van je eigen aantrekkingskracht als politicus. En stel je weer een vregen, zou je dan wethouder willen worden? Dat kan verkeren, ja. Maar ik kan nou nog geen antwoord op jou, want ik wil eerst wachten tot de verkiezing weet. Wat verwacht je dan? Maar we horen er wel rekening mee, altijd horen we er rekening mee. Want je zei nou van, er is een soort op mijn stem toen ik in 2013. Ja. Wat verwacht je nou dan, maar jij er veel lokaal? Nou, zeker dat rijden zitten. En wie weet komt er wel een mooie aap uit de mouw, wordt het nog meer, dat weet je. Dat doe ik best voor. Ja, dat zou je een serieuze speler worden, hè? Ja, want als die best net doorst, dan hoeft het ik net te doen. Nee, want de kans is heel groot. Je bent wethouder geweest, maar dat je nou maar in je twaalf zitten waarom komen. Ja, dan ben je een rande partij. Ja, maar ken je dat wel? Ja, maar er ben nou ik partij niet helemaal eens zitten in de riem. Moet die dan Rickert? Nee, dat maakt niet uit. Ik heb toch jou, hè? Je bent wethouder geweest. Nee, en dan zou je waarom gaan. Nou, eigenlijk een partij die het in de oppositie zit net voor. Een marginale rol in de politiek, krijg je dan? Ja, maar dat heeft wel een rol. Ik al is die marginaal, dat maakt het niks uit. Maar dan kan je minder uit de waai zetten. Nou, dat valt best wel taai, hè. Ik heb vroeger ook maar eentje in de rie zitten. En ik kwam met twee mensen. En dan kon ik van twee in één keer naar jou. Ja. Dus dat zei niks. Dat zei niks. Ja, het gaat om die inzet en de inzet van die ploeg. Maar die situatie met die mail, hè. En Van der Zwan, de burgemeester, die daar een onderzoek naar je dienlitten had. En misschien het protocol en goed volgen, hè. Maar er is een heel soort gebeurd. Ben je net een volle beskeerdige? Om er om te komen in de politiek? Vind ik net. En als ik om je heen luister, jij ik dat ik net van mijn achterban. Dus dan kan ik erop vertrouwen. Toch in die 4-4-10 hier vind je een hoop verhoring, een hoop verbeteren. Ja. Maar ik constateer dat jouw 4-4-10 burgemeester weer een biedt nog niet altijd wethouder. Nee. Misschien ben ik wel eens burgemeester. Ja, maar maar wel een artikel 12 gemeente in die tijd. Met de financiële problemen. Het gaat fantastisch. Wat zou jou nou nog verbeteren? Toen ik zit hier in het college, hebben we een hele zwierige slag maken. Dat wie echt bitter wie dat ik. Maar die tijd is voorbij. En dat is nou voorbij, de zuster dat nou beter giet. Daarnaast is natuurlijk de gemeentepolitiek in Rie ik verhoren. We hebben die wet die we nou uitvoeren moeten, de jeugdwet, participatiewet, WMO. Dus dat neemt een groot part van het bestuurlijke deel neemt dat in. Maar er bloedt een hele beroemde oor om rugstreeks bij die eigen inwoners aan de slag te gaan. En te zien of we nog meer zaken voor elkaar krijgen. De crisis is voorbij vanzelf. Hè? Dat je die bouwkavels net kwijt kon, dat weer vaak de oorzaak van die artikel 12. Dus dan gaat dat heel goed. Je hebt altijd zo'n van, ik ben van de jeugd. Ja, nog steeds. Dus jouw wel daar vooral ik op inzet? Ja, jeugd en cultuur vind ik een heel belangrijk onderwerp. Waarom? Nou, je stond een mooi filmpje van Twitter van tevoren, stond mooi van wat schilderij. Dat heeft mooi cultuur, krijgt weer aandacht. En cultuur krijgt te min aandacht in het Veen. Maar de jeugd, als je zegt wat wij in die tijd voor elkaar kregen, samen met het jongerencentrum, waarin alle hulpverlening aanwezig weer. En hoe dat werkt, gewoon heel praktisch dichtbij. Jongelui willen toch dezelfde jongelui die daarvoor allerlei dingen uit hadden, willen van Strittouw hebben, mijn om, en dan willen wij praten.
En ik heb daar gelukkig een hele grote invloed op hand. En ik zie nog steeds de resultaten ervan. En dat is ook wichtig, want we moeten geloven in ons jeugd, maar we moeten ook zuinig wijzen op ons jeugd. Dus als het misschiet, moest ik wat mij dwan. De skerig had die 12 zien handen een joekje, hè? Zien handen. Ja, 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 ja. Nou, SP doet ik mooi, hè? Dus het is wel heel skerig, de verkiezingen. Ja, ja, dat vind ik. Het wordt een veldslag bij hem weer, Fim. Dat zal mij heel beneden in ieder geval. Wij gaan er in ieder geval voor. En wij hebben alle vertrouwen in dat het goed komt. En heb ik het satanische genoegen dat gemeentebelangen dus niveleerd wordt? Nee, dat heb ik nooit. Ik ben het iemand die wrok het of wat dan ook. Maar ik vind besturen, dat is, dat doet het wel persoonlijk. Maar dan mag het nooit persoonlijk nemen. Van bestuur, dat gaat erom dat je de zaken goed regelt, goed ouwehandelt en keurig met elkaar omgiest. Dat is belangrijk, ook al verschillen je van mening. Daar gaat het om. En als dat een netjes was, dan wist ik dat moeite ik natuurlijk, zeg ik al. 21 maart, dan zien we Sjen goed het top bereiken. Ja, dat moet zijn. Laten we even Sjen hoe u zijn cartoonist Gerkel van Beek zucht naar eigen hartsuiker en de gemeentepolitiek op het Jereveen. Wat er is. Van Keunster. Dat is toch nog meer. Een leeg doek, daar kerst zo'n mooie schilderij op maatje. Ja. En dat zou het wannen. Nou, iets tinder, zonder snor. Dus wat dat omlaat, nije hagen hartsuiker. Dank u wel voor je komst. Hebben we helemaal fris en nije, de kinderen voor. We zullen het al wat. Bedankt voor je komst, hartsuiker. En we willen zelf graag dat je ook beschikbaar blijft van het Politbureau de komende tijd. Dat is die. Je moet mij wel te vinden. Absoluut. Tegen. En dan staat hier deze aflevering van het Politbureau. We zijn er nije wieke man die vanzelfs werm, kwartier verzonden aan de hele jonge vierder. Bedankt voor het Sjen. Nog voor jullie.